Ja? Ja, Steven, jullie beginnen zo goed aan die wedstrijd. De avond begon zo mooi, maar is de kater daarom des te groter nu? Nee, kater is er sowieso als je verliest. Maar ja, je komt eindelijk op 1-0 en dat is wat je wilt. En dat is nu al de tweede keer. En je geeft het weer zo snel weg. En ja, dan kan je wel elke keer die 1-0 maken. We krijgen er nu weer 3 tegen, dan moet je er 4 maken om te winnen. Ja, we spelen wel Champions League. Bijna onmogelijk, alhoewel we de kansen hebben gehad, maar het is gewoon doodzonde. Uitstekende openingsfase van jullie kant, wat was jullie strijdplan? Ja, sowieso compact houden, maar wel als we balbezit hebben, prikken om naar voren te gaan. En met mij en JP snel de diepte zoeken, bijsluitende mensen en op zich ging dat aardig. Snel van kant wisselen was ook, hadden we ook gezien van tevoren dat je dan snel in de 1 tegen 1 kon komen. Dat was allemaal goed. Maar ja, als je binnen 2 minuten weer 2 tegengoals krijgt, dan is dat heel frustrerend. Eerst even dat doelpunt. Goeie bal van jou, vanaf je rechtervoet. Is dat er lekker op? Jawel, buitenom. En Nico kopt hem goed tegen de grond. Dus ja, dat was prima. Daarna verliezen jullie eigenlijk de controle na jullie eigen doelpunt. Hoe kan zoiets? Ja, domme fouten. Als je de bal zo in de voeten van de tegenstander schiet, ja, dat weet Soef zelf ook. Maar dat kan niet. En dat maakt dat extra zonde. Dan merk je ook dat het op dit niveau ook direct wordt afgestraft. Hè? Dat is pijnlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook gewoon kwaliteit van hun. Dan krijgen jullie weer, net als de voorgaande wedstrijden, eigenlijk nog genoeg kans om dat doelpunt te maken. Zeker in de laatste 10 minuten. Kans van jou, kans van Jean-Paul. Is dat dan... Waar het ook aan schort dat die ballen er dan net niet in gaan. Ja, ook wel. Dan kan je nog voor de 3-3 gaan, eventueel. Dus ik had de eerste helft nog een verkeerde keuze dat ik hem voor de goal langs moest trekken. Ik trok hem terug. Het zijn keuzes die je maakt, maar ja, dat is wel zonde, ja, dat je ze niet afmaakt. Er was veel frustratie, ook bij jou op het veld op een gegeven moment. Is dat dan omdat die kansen niet ingaan, omdat het allemaal net ongelukkig is? Nee, maar ook een beetje het geloof van, dat kan. Ook tegen Shakhtar. En, ja, daarom, ik wil gewoon winnen. Dat is het ook. Heb je Feyenoord wel weer stappen zien maken ten opzichte van die voorgaande wedstrijden? Een lastige uitwedstrijd onder lastige omstandigheden? Ja, jawel, maar je wil er ook een keer wat uithalen. En dat is tot op heden niet het geval. Maar we blijven wel positief. Schouders eronder, borst vooruit. En we moeten door. En het geloof en het vertrouwen is er nog steeds. Maar we hebben wel even een overwinning nodig om dat weer aan te sterken. Ja, want er is ook nog gewoon perspectief. Napoli verliest thuis tegen Manchester City. Dus het kan nog wel. Ja, dat kan ook. En dat geloof moet je ook hebben. En ja, dat gaan we elkaar duidelijk maken weer. En dan laten we het hopen dat we... niet zo snel weer op achterstand komen dan.